بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله، alles wat er gebeurt rondom imam Malik verhoogt zijn positie. Toen hij standvastig en eerlijk bleef, nu staat hij zelfs boven de wali en ambtenaren van de khalifa, waarbij hij een soort toezichthouder is geworden over heel al-Hijaz. En zelfs meer dan dat. Een keer hoorde hij al-Mansur in de moskee van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zijn stem verheffen zonder dat hij het doorhad. Toen zei al-imam Malik: Ya ayyuha alladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, wa la tajharu lahu bil-qawl. O jullie die geloven, verhef jullie stem niet boven die van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De khalifa schaamde zich en hield zijn mond. Al-imam Malik kende de waarde van al-ilm, en zo heeft hij van de khalifa's respect voor al-ilm afgedwongen. Deze respect van al-Mansur heeft hij doorgeërfd aan zijn zoon al-Mahdi. Al-Mahdi had zoveel respect voor al-imam Malik dat hij de imam in zijn huis heeft bezocht. En dat was geen gewoonte dat een khalifa iemand thuis bezoekt. Al-Mahdi kwam aan bij de voordeur van de imam en hij klopte aan, maar er werd niet geopend. Pas veel later deed de imam de deur open en hij verwelkomde de khalifa en hij zei: Ayyuha al-Khalifa, mijn gezin hoorde dat u eraan zou komen en ze zouden hun huis opknappen voordat u binnenkomt. Vandaar de vertraging. En ook wordt er verteld dat al-Mahdi een keer al-Madina bezocht en de imam was aanwezig in zijn zitting. De imam vroeg water om te drinken en er werd hem een beker aangeboden met een zilveren ring om de beker heen. Dit waren de bekers van de koningen en prinsen. Ze wouden de imam vereren met zo'n beker, maar hij weigerde om eruit te drinken. Toen werd hem een beker van aarde aangeboden en daar dronk hij wel uit. De khalifa merkte dit op en hij begreep dat het niet hoort om te drinken uit een beker met zilver. Dus hij gaf de opdracht om dit weg te laten halen. Zo praktiseerde de imam Malik de kennis die hij had en hij liet zich niet beïnvloeden door de sociale druk om hem heen. De vrome khalifa van Bani al-Abbas, Harun al-Rashid, had ook dingen meegemaakt met de imam Malik. Harun al-Rashid was de khalifa van Bani al-Abbas met de meeste hajj in zijn leven. En daarom bezocht hij al-Madina heel erg vaak. Iedere keer als hij naar Mekka gaat, ging hij ook langs al-Madina. In een van zijn bezoeken naar al-Madina stuurde hij iemand naar de imam Malik om naar de khalifa te komen om hem al-hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te leren. Al-imam weigerde en hij zei: Al-ilm yuzar wa la yazur. De kennis wordt opgezocht en niet andersom. De grote sultan Harun al-Rashid accepteerde en hij ging naar het huis van al-imam Malik. Al-imam deed de wassing en droeg schone kleren en maakte zich op zoals zijn gewoonte was. En hij verwelkomde de khalifa vervolgens. Hij zei: Vertel, o khalifa. Harun al-Rashid zei: Ik wil dat je voor mij de hadith opleest van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De imam zei: Ik lees voor niemand voor. De khalifa zei: Is goed, stuur iedereen weg die hier aanwezig is, studenten enzovoort. Laat ons twee privé en dan lees ik zelf de hadith op. Toen zei de imam: Inna al-ilm idha muni'a 'anil 'amma li'ajli al-khassa lam yantafi' bihi al-khassa. Als mensen worden uitgezonderd van de kennis, als sommige mensen niet mogen leren en weg moeten blijven voor een andere groep, voor een andere uitgekozen groep, dan zal die groep er niks aan hebben. Met andere woorden, ik kan niet mensen wegsturen omdat jij per se wilt lezen. Toen zei de khalifa: Laat dan een van jouw studenten voorlezen. Toen gaf de imam al-Mughirah de opdracht om te lezen en de khalifa luistert. Maar voordat de student begon met lezen, zei imam Malik tegen de khalifa. Al-khalifa zat naast de imam op een stoel. En toen zei de imam: Ya amir al-mu'minin, man tawada'a lillahi rafa'ah. Wie zich nederig opstelt voor Allah, zal door hem verheven worden. Wilt u de hadith leren? Met andere woorden, ga dan zitten op de grond, net als de rest van de studenten. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen studenten. Toen ging Harun al-Rashid op de grond zitten, net als de studenten. Kijk naar de kunst van het leren. Hoe deze kennis mensen heel hoog heeft geplaatst. Dat zelfs de khulafa zich eervol voelden door nederig te zijn voor de kennis. En dit is erg belangrijk om aandacht aan te schenken. Deze khalifa regeerde bijna de helft van de wereld. En hij zei tegen de wolken: Waar je regen ook laat vallen,
jouw oogst zal mij bereiken. Met andere woorden, mijn rijkdom en mijn macht verspreidt zich over de wereld. Waar er ook maar regen valt, de oogst die daaruit komt, zal voor mijn staat zijn. Toen hij de kennis kwam opdoen, stelde hij zich nederig op. En ooit had Harun al-Rashid gezworen bij Allah subhanahu wa ta'ala, maar hij kwam zijn belofte niet na. Dus hij vroeg de geleerden, wat moet ik nu doen? Zij zeiden allemaal dat hij een slaaf moet vrijkopen. En zo zien we, by the way, dat ondanks dat de islam slavernij niet direct gestopt heeft, wel zoveel mogelijk manieren heeft gemaakt om de mensen hun vrijheid terug te geven. Maar toen hij al-imam Malik vroeg wat hij moet doen, zei al-imam, u moet 3 dagen vasten. Al-Rashid en de geleerden waren verbaasd van dit antwoord. Want normaal gesproken moet je pas 3 dagen vasten als je geen slaaf vrij kunt kopen en je kunt ook niet 10 armen voeden. De mensen tegenwoordig denken dat je direct 3 dagen moet vasten. Maar de prioriteit gaat eerst naar een slaaf vrijkopen of 10 armen voeden. En als dat niet kan, dan vast je 3 dagen, zoals in de Koran staat. Harun zei, zie je mij als een persoon die niks heeft? Ben ik zo arm voor jou? Allah zegt, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ Wie niks anders kan vinden, die moet dan 3 dagen gaan vasten. Al-imam Malik antwoordde met een stevig antwoord. Hij zei, يا أمير المؤمنين كل ما في يدك ليس لك. Alles wat u bezit is niet van u, dus u moet 3 dagen vasten. Met andere woorden, alles wat u nu bezit is van de umma en niet van uw privébezit. Dus over een privézaak moet je ook uitgeven van wat je privébezit. Subhanallah, wat een diep begrip is dit. Voor een khalife is het niks om 1000 slaven vrij te kopen of 10.000 armen te voeden. Dat is heel makkelijk. Hij heeft toch heel veel geld. Maar 3 dagen vasten, dat voelt hij wel. Zo leert hij van zijn fout. Anders kan hij elke dag een slaaf vrijkopen en blijft hij zijn beloftes niet nakomen. En ook leert hij hem hier dat alles wat je bezit niet van jou is, maar van de umma. Dus geef het niet aan jezelf uit, maar aan de umma. Jij bent verantwoordelijk voor de umma. Jij dient het leven aangenaam voor de mensen te maken met het bezit dat Allah aan de staat heeft gegeven. Dus het antwoord van Malik was niet gewoon een fatwa, maar een antwoord om een les te leren. Al-imam Malik accepteerde de giften van de staat, omdat hij het ziet als een gift van de staat, niet van de khalifa zelf. Om de geleerden te steunen. Daarom accepteerde hij die. Hij zag het niet als privébezit, dus hij vond dat dat goed besteed geld is. Het is geen cadeau van de khalifa, omdat het niet van hem is, maar van de staat. Een soort subsidie om de geleerden te stimuleren om door te gaan met het verspreiden van kennis. Zo gingen de geleerden om met de leiders. Ze adviseerden hun met de waarheid en matsten ze niet en waren ook niet bang om de waarheid te spreken. Moge Allah ons leiden en ons hiervan doen leren. Allahumma amin.